16 januari hebben we moeten beslissen om de horecabeurs toch nog eens uit te stellen. Dus vorig jaar is die nu doorgegaan. Dan hebben we ook al de standhouders moeten overtuigen om toch mee te doen in het verhaal. Om dat na de paasvakantie te doen. Toch heeft iedereen gezegd van Steven, oké, we gaan mee. We doen mee in het verhaal. En we gaan samen de beurt weer grootbrengen. Het was een huzarre stekje, maar toch heeft corona ons dat niet in kleine gekregen. Als autonome gemeentebedrijf zijn we natuurlijk en als gemeente Breedene zeer tevreden dat we terug de horecabeurs kunnen organiseren na 1 jaar onderbreking. We hebben 170 standhouders op een oppervlakte van 7000 vierkante meter. Ik ben eigenlijk een hele contente schepen van lokale economie met zo'n beurs hier in Breedene. Na de moeilijke coronaperiode is het een zegen dat de horecabeurs hier terug mag doorgaan. Het is trouwens de 13e editie. Als je ziet welk succes dat nu geworden is, zijn wij inderdaad zeer gelukkig. Het is een fantastische beurs. Veel volk, heel mooie standen. Ja, ik vind het is de eerste keer en aangenaam. Aangenaam voor ons. Het is heel interessant. Het is een andere zin dat je niet tegenkomt. En je krijgt er deftig uitleg voor aan de titel geworden.